Ik ga gewoon alleen maar rechtdoor lopen voor een half uur lang. En dan gaan we kijken wat voor epische dingen we tegenkomen hier in deze wereld. Oké. We zijn er. Ik ben gestrand. Ik ben gestrand op een eiland. Yo, Nintendo fans. Voor de vorige Noobcraft video duurde het ongeveer 4 maanden voor jullie om 1000 duimpjes omhoog te doen. En nu... 1 dag! Oftewel, ik moet verder met Noobcraft. Ja, 1000 duimpjes was gewoon te makkelijk voor jullie. Bij 1500 likes op deze video gaan we nog een Noobcraft video maken. We zijn gestrand op een eiland. Het is hier donker en er staat 1 boom. Hoe ga ik hier overleven? Ik ga pijl en boogman pakken. Labbie slaan. Lekker. Hatsaflatsiekelatsie. Zo doen we dat. Wat nou Noobcraft? Alleen ik kan helemaal niks op dit eiland. Ik zou hier heel graag wat willen bouwen. Maar ik denk dat ik even moet wachten tot het weer licht wordt. Ja, kijk. De zon komt op. Ik wil gewoon even chill op zoek naar nieuw land. Naar land waar ik ook echt weer een nieuwe basis kan bouwen. Oh, het begint te regenen. Nou ja, dat boeit niet. We moesten toch al in het water. Dus nat werden we toch wel. What up? Baby ontplof, man. Dag, baby ontplof, man. Oh, jij wil wel echt gaan ontploffen? Oké, dag. Oh, jij gaat niet ontploffen. Oké, nou, doei. Ik moet in het water springen. What's a flats. Want we moeten er weer voor zorgen dat het getalletje rechtsbovenin 320 wordt. Want we zijn natuurlijk aan het uitzoeken waar we terechtkomen als we alleen maar rechtdoor gaan. In de vorige video was het laatste getal 320, dus daar wil ik even naar terug. En dan moeten we die kant op straks. En daar is helemaal niks. Kijk, maar hier onder het water ziet er wel vet uit, jongen. Oh ja, maar iemand zei dat ik heel snel naar boven moest, anders ging ik verdrinken. En ook iemand anders zei dat jullie een remix zouden moeten maken van het Pompidompidompilied. Degene die het beste remix maakt van het Pompidompidompilied krijgt een gratis suppie op twitch.tv/Rickertube. Oh, wow, ga weg! Ga weg, ik word weer gepakt door zo'n gek beest! Oh, nee, ik wou je niet slaan, dolfijntje! Nee, sorry, het spijt me. Ik sloeg heel per ongeluk een dolfijntje. Dat wou ik helemaal niet. Dolfijntjes zijn vet lief. Laat me gaan. Nee, oh, nee. Nee, niet mij slaan. Niet mij slaan, alstublieft. Ik ben gewoon onderweg naar een andere wereld. Oh man, iemand die dolfijntjes slaat? Dat is echt een heel naar persoon. Ik wil geen naar persoon zijn. Ik wil gewoon dolfijnenliefhebber zijn. Hey, wacht even. Zie ik daar land? Met bomen? Dan kunnen we daar iets gaan bouwen. What? We kunnen een nieuwe basis gaan bouwen. Of in ieder geval even een bed. Ik wil sowieso even een bed hebben, want dan kan ik hier slapen, hè? En dan hoef ik de volgende keer niet opnieuw te beginnen als ik doodga. Bomen! Huh? Ik kan deze bomen niet kapot maken. Wat is er aan de hand met mij? Heeft dat te maken met deze poepshit wat nu om me heen zit? Stink ik nu zo erg dat ik niks meer kan minen of zo? Wat is dit nou weer? Komt dit door die freaking inktvis? Heeft die inktvis dit gedaan? Oh, kijk, het is weg, het is weg. Nu kan ik weer hakken. Ja, kijk, nu kan ik weer hout krijgen. Hey, lekker. Hoppakee, boompje kapot. Ja. Oh, wow, is nu al mijn gouden ding kapot? Zo snel gaat die gouden bel kapot. Wat? Oké, crafting table, eindelijk. Dan wil ik nu een bed. Oh, wacht even, dan heb ik wol nodig van de schapie. Nou, dan ga ik eerst mezelf maar even beschermen door gewoon even op dit eiland gewoon licht te maken. Dat ze niet mij aankomen vallen met z'n allen. Laat mij met rust hier zo. Daar zijn beesten. Maar het zijn kippen. Hallo, kan jij niet even veranderen in een... Oh, wacht even. Er komen alweer papies. Laat me met rust, jongen. Blijf weg. Ga weg. Huh? Ik heb gewoon een bed gemaakt. Oké, chill. Ik ga geen eens een beest bouwen. Ik ga gewoon slapen. Ik wist geen eens dat ik een bed had. Nou, lekker. Chill. Even kijken wat ik hier allemaal achter kan laten, hoor. Dit heb ik niet nodig. Dit kan wel weg. Dit kan wel weg. Oké, chill. De volgende keer spannen we hier. Maar jongens, er is nog steeds geen zicht op het einde van de wereld. Waar gaan we nou naartoe? Het is allemaal leuk en aardig, dit water. Maar ja, wat is daar beneden? Daar beneden glimt iets. Kijk, daar linksonder. Oeh. Eerlijk, dat ziet er wel badass uit. Ik weet niet wat het is, maar... Kijk dan, wat is dit? Wat is dit? Oké, ik zwem er nu bijna recht boven. Oh nee, niet die schinktvissen weer. Wat is dit? Wat is dit? Dit geeft licht. Ik wil weten wat het is. Maak het kapot. Snel. Snel. Ik heb niet alle tijd. Wat is dit? Ik heb het denk ik gepakt. Nu, naar boven. Naar boven. Sneller. Sneller. Sneller.
Ah! Ik heb iets kapot gemaakt, maar ik heb niks gepakt. Wat is dat dan? Oh man, laat me nou gewoon... Oké, weet je wat? Laat maar weer zitten. Ik ga alweer gewoon die kant op. Maar hier is echt een heel onderwater shizzle leven. Yo, wat zijn dat voor rare bomen, joh? Wat is dit voor een eiland? Er staan allemaal kastelen of zo. Is dat een kasteel daar in de verte? Wow, dat zou echt super hyped zijn. Ja, dit is een beetje smerig. Hier zit allemaal cactussen. Oké, maar wat? Dit zijn echt kastelen, hè? Nee, joh. Oké, ik moet mijn zwaard pakken. Zelfde geld zijn de ridders die me aankomen vallen. Ridder zombies. Wat is dit? Wat is dit? Loopt daar een kat of zo? Auw. Ik werd geprikt door een cactus. Maar daar liep een beestje, jongen. Daar liep een beestje. Wat loopt daar voor beestje dan? Kijk. Oh nee, het is echt een katje. Oh, iemand gromt ook. Ja, hier zitten denk ik ook wel veel Yo. Wat doe jij hier, Mattie? Wat ben je aan het doen met je dikke neus? Ah. Ben je ontsnapt uit je graf of zo? Wil jij een zwaard op je dikke neus? Hier, vangen. Zwaardje. Zwaardje op je dikke neus. Oh, wat? Oh, wat? Er zijn er nog veel meer. Wat is dit voor een stad? Maar zij vallen me niet aan. Oh, zij vallen me wel aan. Ja. Oh, in dat geval ga ik wel echt slaan. Sowieso sloeg ik eerst, maar oké. Ja, ik moet jullie wel allemaal kapot maken, vriendelijke vrienden. Want ik wil niet dat jullie mij s'nachtjes in de nacht strakjes komen overvallen. En waar is die kat? Die kat was super cute. Wat is dit allemaal? Waar ben ik nu beland? Oeh. Wat is dat? Is dat een gouden bel? Wat gebeurt er als ik hier tegenaan sla? Niks. Kan ik hier iets mee? Hallo? Hallo? Hier spreekt de klokkenluider van de Notre Dame. Leeft er nog iemand hier in dit dorp? Pompidom, pidom, 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 pidom. Iedereen is kapot in het dorpie. Pompidom, pidom, 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 pidom. Oh, is dit eten? Dit is eten, hè? Of niet? Kamijnrode wortelen, ja. Jawel, jawel. Oh, maar ik moord heel dit dorp uit. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Ik ben al die mannetjes aan het slopen hier, maar ze doen me eigenlijk niet zo heel veel kwaad volgens mij. Ja, maar misschien 's nachts wel. Kijk, hier is er ook nog één. Hallo? Ja, zie je wel. Jullie slaan mij wel. Jullie zijn wel boos. Hier dan, kom dan, kom dan. Kom dan. Oh, maar die katjes zijn super cute. Katje, what up, Mitzi? Waar ga je naartoe? Oh, wat is dit? Oh, dat is een koe. Koeien, waarom gaan jullie hier naar binnen? Wat zoeken jullie hier? Hallo? Waarom? Wat zijn jullie aan het doen? Jullie passen niet door de deur. Ja, ik denk dat ik toch maar even alle enemies hier ga slopen. Want ik vertrouw ze echt voor geen meter. En waarom kom ik hier niet overheen? Laat me hier overheen. Nee, ik moet blijkbaar toch weer via de voordeur naar buiten. Hier. Ik hoor je wel. Oh man, dit is echt wel een vervloekt stadje, joh. Konijntjes! Oh! Jongens, het is heel erg. Straks begin ik Minecraft nog leuk te vinden. Het wordt bizar, jongens. Het wordt bizar. Ik vind het gewoon grappig, man. Konijntjes, katten, alles. Ik kom opeens een of andere oasestad tegen. Waarin ik alle mannetjes gewoon kapot maak. Ja, sowieso dat zij me anders 's nachts komen nakken, jongen. Kijk deze hardcore koe. Deze koe is gewoon aan het reven, jongen. Alles goed? Wat ben je nou aan het doen, jongen? Zitten jullie nou vast in een spinnenweb of zo? Is dat nou het probleem hier? Zijn jullie overvallen door spinnen? En zijn jullie daarom allemaal nu gewoon half dood? Wat is het verhaal van dit dorp? Het is het dorp van de groene bastaarden. De groene bastaarden waren ooit niet groen. De groene bastaarden waren namelijk ooit paars. Toen zij paars waren, waren zij machtige wizards. Oftewel... tovenaars, je weet het wel. Gandalf, Perkamentus, Harry Potter, dat soort figuren. Maar nu, helaas, is het een vervallen dorpje. Niks meer, niks minder dan dat. De paarse tovenaars die ooit groen waren, zijn gevangen in spinnenwebben. Deze spinnenwebben zijn uitermate vervelend en zorgden ervoor dat de paarse tovenaars uitstorven. Nooit konden zij meer klimmen naar boven. Nooit konden zij meer tarwe verbouwen. En het leven was niet meer aangenaam in dit dorp. Zelfs met de prachtige zonsondergang is het niet meer wat het geweest is. Hallo? Wie ben jij?
Oh, wat doe jij? Wat doe jij? Wie ben jij? Wat is er met jou aan de hand, vriend? Wat was dat opeens voor een kleine koot erin? Oké, wacht even. Zijn de groene papies, zijn ze nu allemaal snel? Ik ga slapen. Oh nee, er is ook glimoogman. Jongens, ik ga een bed opzoeken. Ik ga slapen. Het gaat hier helemaal fout. Het gaat hier helemaal mis. Hey, oh, nog meer glimoogmannen. Ik moet nu echt heel nodig mijn bed opzoeken. Er loopt nog steeds een kleine papie achter me aan. Kleine papie, wil jij alsjeblieft even stoppen met mij aan te vallen? Oh, dit gaat helemaal fout. Ik moet eerst eten. Wacht. Ik moet eerst wegrennen nu. Anders gaat dit helemaal nooit meer goedkomen. Wegrennen. Klim. Oh, eten. Meer eten. Auw. Gast, ga weg. Zijn jullie boos dat ik heel je familie heb uitvermoord of zo? Laat me nou met rust, jongen. Deze kleine mannetjes zijn kapot vervelend. Kleine wannabe zombies. Ga weg, grote zombies. Ik moet slapen. Laat me met rust. Ik word door iets geraakt. Ik weet niet door wat. Er zit eentje bij me. Nee. Hoe kom jij opeens hier binnen? Jij komt door het raam, hè? Jij naar persoon. Ga weg. Niet voor mijn raam staan. Ik wil slapen. Laat me met rust. Oké. Ik zal je eerlijk zeggen, de nacht hier was niet fijn. Jongens, ik heb natuurlijk totaal geen idee wat ik aan het doen ben. Laat hieronder weten in de reacties wat ik hier in dit dorp kan doen. Maak het verhaal van de paarse mannen die groene mannen werden even af in de comments. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je, zoals altijd, gewoon bij de volgende. Mazzel. Oh, ik snap zo niks van dit spel.